En spelen mag niet natuurlijk. Oh jee. Ja, ik zie het al. Fouten wel. Ja, Virtual GameStar. En dan word je ja. Hoe? Ja, ik mag Virtual GameStar. Dat is een spel, maar dan kun je, mag je auto's jatten. Maar ik weet wat het verschil is, het is echt een app. Oké, dat het wel heel duidelijk is dat het is wel echt, hoor. Het ene is een spel. Oh. We hebben nu al Shapeful Less. Ja, wat? Nou, doe je goed. Hey, ik stel voor dat we eerst even een rondje lopen, dan ga ik hier even een klein dingetje in het bureau laten zien. En daarna gaan we voorbij. Gaan we voorbij. Okay. Ja? Dus wij kunnen ook in de gevangenis. Jij wel. Let op. Die kast daar, daar hangen normaal gesproken alle sleutels in. Vandaag even wat minder, want die heb ik allemaal. Zijn in gebruik. Die sleutels, die staan, de auto's staan buiten. Die worden daar op elke morgen opgehangen. En dan komen we hier vragen, want daar zit dan de chef, die net een foto gemaakt heeft. En dan vragen we, wat is vandaag de bedoeling? Nou, dan krijgen we te horen wat we opdrachtjes we krijgen. Dan pakken we een auto en dan gaan we naar buiten. En dan gaan we een rondje rijden. En dan gaan we onze opdracht uitvoeren. Nou, dan hangen we wat lampjes en wat spulletjes die we nodig hebben voor tijdens het werk. Nee, die hangen daar niet. Nee, die hangen daar niet. Nee. Ik heb ook geen pistool. Nee, dat hadden we gezien toen je in de auto kwam. Ja, klopt. Dus dat is hier, hier beginnen we 's ochtends. Zullen we die kant op lopen? Ja. Mag ik even doen? Zo, ga ik even hier staan. Ja. Leuk in de auto. Hey, cool. Maar, als jullie even luisteren, dat is makkelijker uitleggen. De politie krijgt een post. Als jullie een kaartje of een brief naar de politie toe sturen, omdat je wat wil weten, wat wil vragen, en dat moet even via de post, dan komt alle post eerst op het politiebureau binnen, daarna wordt het gesorteerd en heeft iedereen zijn eigen postvak. Dus dat... Hebben wij ook. Wat zijn er veel politie? Hoeveel postvakken of hoeveel mensen werken hier op dit bureau al bij elkaar gewoon? Ja. Ik denk dat we met ongeveer een mannetje of 40 op dit bureau zitten. Oké. Okay. Wow. Dat zijn er meer dan ik dacht. Hoe dacht jij dan? Als ik gewoon normaal reken, dan kwam het op de helft, denk ik. Ja, maar dat komt een hele hoop mensen natuurlijk ook niet zichtbaar. Dus op 20. En je wordt aangehouden, ga je mee naar het politiebureau. Ik ken een jongen die fietsen stilt. Ja, want ik ga toch eerst even uitleggen hoe wat. Daarna mag je naar mijn verklaring afleggen. Op het moment dat je dan binnen bent, dan word je verhoord als verdachte. Dat betekent dat je dan een verklaring af mag leggen over wat er gebeurd is. En dat doen we in dit hokje. Wat? Ik kan het niet zien. Nee, maar de beurt, jullie komen er langs, je kan het allemaal zien. Als we dan al die informatie hebben, en we hebben dat daar in het systeem neergezet, dan gaan wij ook nog even wat werk verrichten. 9 van de 10 keer is dat heel veel meer. Maar dat doen we in deze ruimte. En zoals je ziet zitten hier al wat collega's, die zijn druk aan het tikken. Als je zachtjes naar binnen loopt, kun je wel even kijken. Niet op het scherm. Ah, jammer. Dan kunnen we even zien wat. Ja. Wordt dat nooit opgenomen daar? Drie meer. Maar dit toont meer. Ja, het toont meer, ja. Ja, zij wel, ja. Zij allemaal. Nou, wat is... Ik zal het wel proberen.
Maar, ja, dat stel dat je wel. Nou voor raam instaan. Dat je bijvoorbeeld moet plassen. Of dat je wat wil vragen, ja. Is dat de bel? Nou, één keer is genoeg. Allemaal een keer! Ja, niet. Ja, ik kan wel. Dit is wel heel kort. Dit is wel zeggen, want dat is zo'n kier erin, hè? Dan moet je hier, ja. Zijn we gaan bij zo'n kier. Het is hier heel gehoorlijk. En op een beetje om elkaar heen gaat praten, dan staat iemand mij niet. Hier komen mensen de eerste paar uur te zitten. Als het zo is dat ze snel klaar zijn met een zaak, dus met het onderzoek, gaan mensen zo snel mogelijk ook weer weg. Stel je nou voor. Stel je nou voor dat het zo is dat het onderzoek langer duurt. Dus dat we meer tijd nodig hebben, of dat we nog andere mensen daarvoor moeten benaderen om te vragen van joh, wat is er nou gebeurd? Dan kan het zijn dat iemand langer blijft. Maar dat is niet hier. Dan gaan ze met de politie uit, dan gaan ze naar het hoofdbureau. En daar hebben we cellen met de metalen deuren met een slaapplek. Maar dat doen we hier niet. Daar hebben ze echt een toilet en een bed ook. Er zit een toilet in en er zit een bedje in, er zit zelfs een tafeltje in. Maar anders heb je heel veel doet. Ook dat, ja? Maar als je honger hebt? Als je honger hebt? Nou ja goed, in principe kunnen wij ook wel een keer een broodje uitdelen. Maar in principe ga je zo snel mogelijk hier weg. Dus we zorgen er altijd voor dat mensen niet te veel honger krijgen hier. En? Ze hebben allemaal een verschillend doel. Een grote bus, dat is een grote bus. Die is van de officier van dienst. Dat is de grote chef. En die bepaalt wat er moet gaan gebeuren in de dienst. Ja, maar als dat deze auto. Deze auto. Dat is die auto die gebruiken we. Er zit een lens in, daar kunnen we kentekens mee lezen. Oh ja, die. En op het moment dat ik. Ja, nou, die hebben wij ook. Ja. Dit is een gewone surveillance auto. Daar kunnen we gewoon rondjes mee rijden als het niet heel erg belangrijk en spannend is. En met die auto die we daar hebben, daar rijden we de noodhulp. En de noodhulp wil zeggen dat op het moment dat iemand 112 belt en om de politie vraagt, dan komt die auto bij jou in de straat, dus het plek waar je zijn. En waarom dan niet die auto? Omdat deze auto's iets meer vermogen hebben dan deze auto. Oh. Dit is gewoon in principe voor de toezicht. Zodat we daar gewoon van A naar B kunnen komen, wel met de dingen erbij die we nodig hebben, maar niet om de daadwerkelijke spoedklussen te mee te rijden. En daar zijn die auto's voor ingericht. Die zijn ook van binnen, als je heel even wacht. Die auto's zijn van binnen ook dusdanig uitgericht dat we alles bij ons hebben wat we ook nodig hebben op straat. Van verkeersjasjes eigenlijk tot pionnen, alles, ja, alles wat je nodig hebt. Ja. Dus het is gewoon, die zijn gewoon volledig uitgericht. Oké. Okay. Nou, omdat we allemaal verschillende dingetjes mee kunnen. We kunnen niet met een auto achter een bromfiets gaan. En we kunnen ook niet met een motor een hele grote weg afzetten. Dus dat wordt lastig. Daarnaast kan op een motor maar één persoon. En als we met z'n tweeën rijden, moeten we een auto pakken. Daar staan de motorrijder en de bikers. Mark gaat even wat uitleggen over de motor. En Mark, dat is die meneer in die gele jas. Die gaat jullie wat uitleggen over de motor. We hebben drie motoren. Dit is de middelste. We hebben nog een kleinere. En we hebben nog een hele grote zware, maar die rijdt nu in Utrecht. Omdat de collega's hem daar van ons even wilden lenen. Wat? Voor een of ander evenement of zo. Ik weet ook niet precies waarom. Dus dit is de middelste motor. Dat is ook wel lekker makkelijk, want kunnen ze zelf opklimmen. Ja. Dus ik denk dat we nog een mooie foto moeten maken. Ja, dat is wel een en dan als zie je niet van de kleintjes, die komen als de kleine, denk ik. Ja, nee, dat maakt niet uit. De kleine is gewoon onopvallend, die is zwart. Ja. Dan kun je helemaal mee makkelijk door poortjes, door steegjes en zo. En deze is iets groter. Deze kun je dan ook nog wel een beetje op de weg rijden. En dan hebben we gewoon een zware motor voor de snelweg en zo. Dus we hebben drie verschillende motoren. Dus dit is de middelste. En er zit van alles op en aan, hè, natuurlijk. Want er zit, kijk, er zit een bordje voor. Dus hier dan in spiegelbeeld. Zie je dat? Want normaal zie je dat via je binnenspiegel. Wat komt er te staan? Daar komt stoppolitie te staan, maar dat is een spiegelbeeld. En aan de achterkant heb ik ook een bord. Moet je maar kijken. Achterkant ook. Waarom zitten die stickers erop? Die stickers zitten erop als mensen met hun auto gaan aanrijden, het is donker, dan reflecteert dit. Het zit ook op de auto, kijk maar op de auto, zie je de auto. Boven de ramen zie je ook van die dopjes zitten. En die stickers die reflecteren. Dus als mensen daar met hun licht op schijnen, dan kan je zo heel goed de weg opzetten. Dan zien mensen het vanuit de verte, zeg maar. Als je wil aangifte doen, dan kunnen we dat hierop invullen. Wat is die warm in die koffer? Nee hoor, nee. Het is hartstikke koud daar. Ja, maar die uitlaat die zit ernaast, joh. Ja, in principe zijn die koffers dermate geconstrueerd dat ze in ieder geval daar tegen kunnen, zeg maar.
Ja. Maar als je een flesje water erin bewaart, dan wordt hij nog wat lauwer. Ja, dat maakt niet uitkomen.